DNA vraagt om aanpak criminaliteit. 3,5 miljoen SRD vrijgemaakt voor medische zending. En Guyana en UNICEF organiseren conferentie over privaat, internationaal en familierecht. Goedenavond, dames en heren. Dit is het journaal op donderdag 7 juli. De Nationale Assemblée vraagt dringend om een plan van aanpak voor de criminaliteit. Volgens leden van het parlement is er sprake van toename van criminaliteit. De minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk Silos, is volgens de volksvertegenwoordiging verantwoording verschuldigd en zij moet nu aangeven hoe dit zal worden aangepakt. Het veiligheidsgevoel in de samenleving is bijzonder aan het eroderen, voorzitter. Iedereen ziet dat, iedereen ervaart dat, ongeacht aan welke zijde van de tafel wij ook zitten, voorzitter. Het is een vraagstuk dat bijzonder veel aandacht behoeft in de samenleving. En afgelopen 2 weken, voorzitter, 3 weken, zijn we zeker geconfronteerd geweest in het district Saramaka met 4 brute overvallen, voorzitter, waarbij zelfs een dode te betreuren is, waarbij mensen ernstige letsels en verwondingen hebben opgelopen, voorzitter. En het lijkt alsof de politie niet in staat is, voorzitter, om de bescherming te bieden aan de samenleving in de mate zoals die samenleving dat wenst. En ik vraag de regering, voorzitter, om crisisbeleid in deze ook los te laten, voorzitter, zodanig dat het eroderend veiligheidsgevoel in de samenleving een halt wordt toegeroepen, voorzitter, en dat inderdaad mensen minder bevreesd en onbevreesd, voorzitter, kunnen deelnemen aan hun dagelijkse activiteiten, maar ook daarna in de avonduren, voorzitter, de nodige rust kunnen hebben, voorzitter. Ook de ex-minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, liet zijn stem horen over het beleid van zijn opvolger. Volgens Belfort hopen de problemen op de diverse organen van het ministerie zich op en het DNA-lid heeft veel vragen voor de bewindsvrouw. Het is zelfs zo erg, voorzitter, dat het instituut dat ons veiligheid moest garanderen, voorzitter, totaal gedemotiveerd is. Ze hebben geen uniform, voorzitter. Onlangs nog, de PA's hebben maar 1 uniformhemd, voorzitter. Overuren worden niet betaald. De gevangenen, voorzitter, die ontberen voeding. Zo erg is het, voorzitter. Ik vraag, voorzitter, om de minister van Politie hier te laten komen, om uitleg te geven wat voor beleid het is, voorzitter. Omdat het zo verder niet kan. Is er überhaupt een korpschef, voorzitter? We horen niets. Het is heel erg gesteld. Bijna elke dag zoveel berovingen, voorzitter. Wat zijn uw voorstellen? Wat zijn uw voorstellen? We weten wat er gebeurt, maar wat zijn uw voorstellen? De minister moet hier tekst en uitleg komen geven wat haar beleid is. We zien dat ze totaal vergeten is dat ze minister van Justitie en Politie is. Ze probeert nu de rechterlijke macht een vlieg uit de pan te geven. Dus u vraagt dat de minister nader tekst en uitleg komt geven over het beleid. We willen weten wat het beleid is, voorzitter, omdat de burgerij de samenleving het voelt, voorzitter. Ze zou een Alcatraz bouwen op het Stuwmeer, voorzitter. Hoe ver is ze met het plan, voorzitter? Behalve de oppositie maakte ook de coalitie via de fractievoorzitter een punt over de criminaliteit. Ook vanuit de coalitiepartijen wordt er uitgekeken naar een uiteenzetting van de Justitieminister. Ik zal niet ingaan op de politieke intriges van de laatste spreker, maar laat mij me beperken tot hetgeen het lid Jogi naar voren heeft gebracht, voorzitter. Ik denk dat ik moet meegaan met het lid, voorzitter, in de oproep die hij heeft gedaan. En de wijze hoe hij die oproep heeft gedaan, voorzitter, om inderdaad aandacht voor te vragen. Wij onderkennen ook aan deze kant dat we een golf hebben van criminaliteit en dat er een piek is. Dat hebben we een week terug al gezegd. En we vragen toch wel aan de regering om duidelijk te laten blijken dat zij begrijpt dat er een piek is. En het voorstel dat is gedaan, het is niet iets dat ongebruikelijk is, voorzitter. Dat waar nodig op dit soort momenten
dat inderdaad de hulp van Defensie wordt ingeroepen. We vragen de regering om dat te bekijken in hoeverre dat mogelijk is in deze fase. En we roepen de regering op om inderdaad alles te doen, zeker in het seizoen waarin we zijn, waar het een beetje moeilijk sociaal, economisch en financieel is, dat zij toch wel duidelijk laat weten dat zij met die samenleving is om die criminaliteit in te dammen. De leden van het parlement zien graag dat de samenwerking tussen de politie en het Nationaal Leger wordt geoptimaliseerd. Waarnemend DNA-voorzitter Melvin Bova voegde eraan toe dat het voorstel van het parlement grondig door het ministerie wordt bekeken. Natuurlijk, van deze plaats uit, van mijn plaats uit, ook de oproep aan de samenleving zelf om met elkaar die sociale controle, want de politie is er niet overal, maar met elkaar kunnen we de controle ook opvoeren om op elkaar te letten en alert te zijn. Er zijn voorstellen gedaan, ook vanuit de politie, voor het opzetten van WhatsApp-groepen en Facebook-groepen. Een moderne manier om dat te kunnen doen. In het buitenland hebben we gezien dat het werkt. Ik roep ook iedereen op om middels moderne technologie, zeg het WhatsApp-groep in de buurt of een Facebook-groep met foto's, etc., om dat te kunnen doen. Laten we met z'n allen alert zijn en het zal ons in de nabije toekomst inderdaad een beter en een veiliger gevoel geven. Tijdens deze openbare vergadering van dinsdag 5 juni was minister Jennifer van Dijk-Silos in dienstverband uitlandig. Bij haar terugkeer wordt van het parlement verwacht dat er een verklaring wordt gegeven. Ook over de toename van het aantal verkeersongevallen de afgelopen tijd zal met de minister gesproken worden. Het is het ministerie van Volksgezondheid gelukt om voorlopig 3,5 miljoen Surinaamse dollar vrij te maken voor de medische zending. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid zei dit vandaag in een telefonisch gesprek en geeft aan dat de middelen deze week zijn vrijgemaakt. De bewindsman voegt eraan toe dat hij de situatie waarin de medische zending zich momenteel bevindt wel begrijpt en dat de middelen die nu zijn vrijgemaakt ook niet voldoende zijn. Om het volk niet te duperen hebben zij er alles aan gedaan om alvast wat middelen vrij te maken, zodat de organisatie voorlopig het hoofd boven water kan houden en de verschillende diensten kunnen doorgaan. De volksgezondheidstopman merkt op dat de kosten van de medische zending ook verhoogd zijn voor het logistieke gedeelte. De medische zending, die de gezondheidszorg van het binnenland in handen heeft, staat op het punt de deuren te sluiten. Al enige tijd doet de medische zending het met een boet-boetoe-beleid. De medische zending ontvangt jaarlijks een subsidie van 27 miljoen SRD. Voor dit jaar heeft ze tot nu toe slechts 2 miljoen gekregen. Edward van Eer, directeur van de medische zending, was niet te bereiken voor een reactie. De stichting die Suripop organiseert wacht al 30 jaar op een stuk grond van de overheid. De Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur in Suriname heeft na meerdere toezeggingen nog steeds geen concreet antwoord ontvangen van de regering. De organisatie snakt naar een eigen perceel, zodat zij er een auditorium kan opzetten, zegt de secretaris van de stichting, Odette Miranda. Het stuk grond is volgens mij al 30 jaar een discussiepunt hoor. En elke keer opnieuw, wanneer iedereen enthousiast is en in de eerste week van augustus, dan staan ze inderdaad op het podium. En er zijn meerdere toezeggingen geweest. Er zijn ook meerdere toewijzingen geweest in het verleden van een stuk grond ergens. Die zijn ondertussen naar andere mensen doorgedistribueerd, zal ik het maar even noemen. In principe is er wel weer contact in deze fase met de assembleevoorzitter hierover. En we hopen dat het inderdaad voor 6 augustus dan toch wel weer echt een feit zal zijn. Want we kennen deze ronde al een paar keer en we zijn elke keer wel weer een beetje teleurgesteld als het inderdaad niet zo hard gaat als wij dat zouden willen. Maar we hebben wel nog steeds goede hoop dat het uiteindelijk wel zal komen. Parlementsvoorzitter Jennifer Simons beloofde tijdens de Suripop festivals in 2012 en in 2014 dat er heel binnenkort een stuk grond voor de organisatie beschikbaar gesteld zou worden. Miranda vertelt verder hoe het auditorium eruit zou moeten zien.
Het is de bedoeling dat er een auditorium komt op een stuk grond. Er is namelijk decennia geleden een hele mooie tekening gemaakt met een auditorium die aan de eisen van toen voldeed met alles erop en eraan. Dus ook oefenlocaties, ook verkleedruimtes, ook andere faciliteiten die je gedurende het jaar zou kunnen exploiteren, zodat je geld zou kunnen genereren voor het onderhoud van het auditorium. Maar die plannen moeten nu worden herzien, omdat we natuurlijk vele jaren later leven. Het is dus de bedoeling dat die plannen worden herzien, maar nog steeds de bedoeling dat er een auditorium komt waarbij we inderdaad niet in een sporthal de show zouden kunnen organiseren. En ik denk dat het niet alleen maar de stichting ten goede komt, maar ik denk dat heel de ontwikkeling van kunst en cultuur in Suriname daar gebaat bij zal zijn. De stichting hoopt dat ondanks de economische situatie in het land, de overheid nu echt realiseert wat zij al zo lang heeft beloofd. En het Korps Politie Suriname maakt melding dat de Willem-Campagnestraat afgesloten zal worden tussen de Loorstraat en de Van het Hogerhuisstraat. De afsluiting zal plaatsvinden op vrijdag 8 juli vanaf 7 uur 's avonds. Er zullen herstelwerkzaamheden aan het wegdek worden uitgevoerd door de Wegenautoriteit. Al geruime tijd is dit gedeelte van de Willem-Campagnestraat tussen de Loorstraat en de Van het Hogerhuisstraat onbegaanbaar. Dagelijks maakt het verkeer gebruik van dit weggedeelte, waaronder ook zwaar materieel. In de regentijd lopen dit gedeelte en de omliggende straten blank. Tot zover het Nationaal Nieuws. Ik ben er straks met de internationale berichten. Guyana zal in samenwerking met UNICEF de Hague Convention Conference on Private, International and Family Law organiseren. Caribische en Zuid-Amerikaanse landen zullen deelnemen aan de Haagse conferentie over private internationaal recht. De conferentie wordt bijgewoond door procureurs-generaal, rechters en andere leden van de rechterlijke macht, waaronder vertegenwoordigers van het Caribisch Hof, CCJ, de Organisatie van Oost-Caribische Staten, OECS en hoge rechtshoven van de regio. De minister van Justitie van Guyana, Basil Williams, hierover. We have Brazil, because as we say, we deal with cross-border countries. And Venezuela, we have Aruba, Cayman Islands, Turks and Caicos, Curaçao. So, and in fact, this thing is, the participation is spreading like wildfire. De minister geeft aan dat nadat hij een soortgelijke vergadering op Trinidad en Tobago had bijgewoond, hij zich realiseerde dat het belangrijk is voor Guyana om zich aan te sluiten bij de Haagse conferentie. Be a party to the many treaties that they have which affect children, like abduction, adoption, custody, maintenance, and the like. And then you have questions of commerce, legal cooperation, of course, human rights, and a variety of other conventions that are very relevant to us in Ghana. Now, there are questions like apostille, where once you're a signatory to the treaty, a signature in Ghana, once it's done in the proper way, would be a signature that is recognized any part of the world. De tweedaagse conferentie gaat op 30 juli van start. Met minder dan een maand voor te gaan voor de Olympische Spelen in Brazilië hebben honderden ambtenaren een protestmars gehouden in Rio de Janeiro naar aanleiding van het uitblijven van salarisbetalingen. Ze zeggen dat de overheid hun loon moet betalen in plaats van geld uit te geven aan de organisatie van de Spelen. De regering betaalt de pensioenen niet uit omdat volgens haar het geld bestemd is voor de bouwprojecten van de Olympische Spelen, zegt lerares Dosi Oliveira. Het is absurd om mensen in de ziekenhuizen te laten sterven omwille van de Olympische Spelen, voegde zij eraan toe. Ook de politie en de brandweer hebben geprotesteerd en wel op de internationale luchthaven van Rio om bezoekers van de potentiële gevaren voor het uitblijven van hun salarisbetalingen te waarschuwen. Sommigen droegen spandoeken bij zich met het opschrift Welkom in de hel. Interim-president Michel Temer heeft getracht om de wereld ervan te overtuigen dat Rio zo ver is om het toernooi te organiseren.
Brazilië heeft echter te kampen met een groot aantal problemen. Het land worstelt met de ergste recessie sinds de jaren 30 van de vorige eeuw. Politieke onrust is schering en inslag, terwijl veel Brazilianen zich ook zorgen maken over de hoge misdaadcijfers, vertragingen in de aanleg van infrastructuur en het Zika-virus. En een donkere man is gisteravond neergeschoten door een agent bij een verkeerscontrole in de Amerikaanse staat Minnesota. De man overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie heeft de dood bevestigd, dat melden Amerikaanse media. Dinsdag werd ook een man doodgeschoten door de politie in het Amerikaanse Baton Rouge. Gisteren werd gedemonstreerd tegen politiegeweld. Enkele honderden mensen deden mee aan het protest. Zwarte levens tellen mee, riepen de demonstranten voor de winkel waar het incident plaatsvond. Blanken en zwarten staan zij aan zij op de waken voor Elton Sterling. Ook zijn familie is er. Iedereen is zwaar aangeslagen door de manier waarop Elton Sterling is doodgeschoten. Ook op nieuwe beelden is duidelijk te zien dat de agent het wapen bijna op het lichaam van de man plaatst voordat hij schiet. Elton Sterling is niet op slag dood. Hij beweegt zelfs nog. Maar de agenten doen niets. De tante van Elton Sterling, bij wie hij opgroeide, kan het amper geloven. He was alive. He was alive after he got shot. He was reaching out. They sat there and watched my child die. They sat there and watched him die. They sat there and watched him take his last breath. And I'm mad and I'm angry. Op de baken vraagt ze de steun van de aanwezigen. They took something from me that I'll never ever get back. So y'all pray for me. But we gotta have peace and unity out here. Het is opvallend. Iedereen roept op om het protest vreedzaam te houden. In het verleden kwam het in de VS tot zware rellen nadat zwarten stierven door politiegeweld. Maar hier, in Baton Rouge, maken ze er een erezaak van om het anders en beter te doen. America is watching Baton Rouge right now. They're watching to see how we handle this. If we're going to do the right thing, is it going to be different? En dat lijkt te lukken. Mensen komen op straat om een onderzoek te eisen, maar ze gebruiken geen geweld. En op het einde van de waken volgt een warm applaus. De Amerikaanse politie wordt al langer verweten excessief geweld te gebruiken tegen zwarten. Na meerdere dodelijke schietpartijen, waaronder die in Ferguson in 2014, volgde een enorme protestgolf onder het motto Black Lives Matter. Dit was mijn bijdrage aan het journaal, dames en heren. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.